Nou, jongens, we zijn aangekomen in Arnhem, want we zijn op zoek naar gladiolen. Want vrijdag is natuurlijk de gladiolendag van de Vierdaagse, waar we op de wedren alles gaan uitdelen. Dus ik ben super benieuwd hoe het gaat worden. Maar oké, de Vierdaagse gaat niet door. En hoe kom ik aan de bloemen? Dus laten we op zoek naar onze collega Peter, want toevallig heeft hij bloemen. Kom, we gaan snel kijken. Peter! Hallo! Hoe is het? Goed, met jullie ook? Ja, echt prima. Nou, weet je, het is Vierdaagse, die niet doorgaat. We zijn op zoek naar bloemen. Jij hebt een bloemenwinkel. Wat zoek je? Wat zullen we vandaag doen? Gladiolen? Is wel een beetje bijpasselijk. Ja, gladiolen is prima. Ik heb ze binnen. Loop je mee? Ja, is goed. Okay. Let's go. Oké, we waren dus op zoek naar 100 gladiolen, want het is natuurlijk de gladiolendag vandaag tijdens de Vierdaagse die niet doorgaat. Maar ik ga ze uitdelen. Ik ben er helemaal klaar voor. Dus laten we ze even bekijken naar de toppers van vandaag. Kijk, daar zijn ze. Ik ben benieuwd of het me gaat lukken. Ik ga mijn best doen, maar ik probeer ook vooral de sfeer erin te houden vandaag. Hallo. Goedemiddag. Wat is uw naam? Ik ben Sjaak. Het personeel van Nigel. Nigel, wat een goed leven heb je. No way. Nigel? Hij zegt niks hoor. Nigel heeft er niet zoveel zin in vandaag. Misschien wilde hij een bloemetje. Ja, natuurlijk. Zetten we erbij. U mag meer bloemetjes hoor. Wacht even, dan staat het hier. Oké. Ik ga gewoon verder met decoreren. Hey, en hoe is het hier een beetje? Leuk, gezellig. Ik heb vanmorgen even op de Tandenstraat gestaan. Bij de Radboud, maar ja, het was vroeg, 11 uur. Mm-hmm. En die hebben ook mensen aan de andere kant van de Standerstraat. Ja, dus ja, ik dacht, nee, weet je wat ik doe? Ik pak in en ga lekker hier staan. Ja, met Nigel? Met Nigel, de mensen komen bij die gedenktekens. Ja. Die zijn familie? Ja. Die gewoon lekker met z'n drietjes gegaan? Gewoon met z'n drietjes, ja. En hoeveel kilometer? De 20. Ja. Ik vind het toch altijd wel een opgave en ook echt knap hoe mensen dat doen. Echt waar. Ja. Het is dit jaar natuurlijk een beetje anders. Ja. Maar vond je het wel relaxed eigenlijk? Of hoe moet ik het zien? Eigenlijk stiekem wel. Het is nou niet zo gedrang en alles. En ik vond het gewoon leuk dat het zo toch nog in ere wordt gehouden. Okay. En liep het dan ook wat makkelijker door? Liep het gewoon wat fijner voor je gevoel? Of? Nou, je kon wat makkelijker doorlopen. Dus dat, tempo. Ja, ja, precies. Dus ja. Geen opstoppingen. Sorry? Je wordt niet opgehouden. Ja. Dus dat is wel lekker. Ja. 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 Dus dit is een beetje een recordje voor jullie dit jaar? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, we kunnen het toch niet overslaan. Oké, corona, maar ja, we moeten toch wel een beetje feest vieren en het gevoel erbij houden. Ja, iedereen heeft zijn eigen mening, hè. Dus ja, mijn mening is gewoon van, ja, houd de boel een beetje in de gaten. Ja. Anderhalve meter. Ja. Ja, dat lukt niet altijd. Maar nu wel? Jawel. Ja, je moet er maar gewoon over denken van, ja, wat zou ik zeggen? Ja, rustig aan doen. Rustig aan doen. Het was wel heel stil. Ja. Maar het was wel heel leuk. Ja, heel leuk. Om. En de mensen die dan juist aanmoedigen, dat geeft je zo oppepper. Ja. Dat is gewoon heel leuk. En degene die aankomen lopen, die gaat u aanmoedigen? Nou, ik hoef aanmoedigen. Ze komen zelf aanlopen, omdat dat weer iets bekends is. Hè. Het hoort bij de bezienswaardigheden in Nijmegen, zoals de Boordeman en de Goeiemorgenman, die helaas is overleden. Dus en dan heb je toch mensen die wat opvalt langs de route. Van, hey, die heb ik al een paar keer gezien. Ja. Dus, dat dacht ik ook. Ik dacht, hey, Viking, sensatie, een kat, Nigel. Ja. Ja, en even kroelen, hè? Ja, dat is even kroelen, dat is het standaard woord, hè? Even kroelen, hè? Ja. Nou, mooi. Hey, heel erg bedankt. Neem nog een bloemetje mee. Nog eentje? Ja, natuurlijk. Ik heb er 100. Hallo. Hola. Wilt u een mooi bloemetje? Dankjewel. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. Kijk eens. Hey, goed gedaan, hè? Wilt u ook? Oh ja. Kijk eens, alsjeblieft. Veel plezier. Hoppa! Kijk Peter, dat gaat toch wel snel vandaag. Kijk eens mevrouw, ja, alsjeblieft. Kijk eens. Goed gelopen. Super, dankjewel. Dankjewel. Wil jij ook eens? Kijk eens.
jongens, wat een dag. Het is een vierdaagse dag, de laatste dag en het is niet doorgegaan. Maar toch, het was gezellig. We hebben ons best gedaan. Mensen hebben meegelopen. We hebben gladiolen uitgedeeld. En nou is het volgens mij tijd voor een drankje. Hey, vergeet ons niet te volgen op YouTube en Instagram. En geef ons een like. Doei!